Het is Koninginnedag en we nemen u mee de regio in. We vieren deze speciale dag in Sassenheim, Lisse, Hillegom en Leiden. Maar we beginnen op de Vrijmarkt in Voorschoten. De zon komt op voor dag en dauw. Alle vogels juichen en de bomen buigen. Nou, je zit hier nu op de markt. Hoe gaan de zaken? Nou, het gaat wel goed. We hebben al heel veel gehad. Ja, hoeveel heb je al verkocht? €14 heeft al binnen. En wat verkopen jullie? We verkopen cupcakes, limonade en oude spullen. En de opbrengst gaan naar Rocha. Ja, vertel eens, wat hebben we allemaal verkocht? We hebben een paar boeken verkocht. Wat hebben we nog meer verkocht? Pokémon-kaartjes. En we hebben een soort van kaarshouder verkocht. Nou, het is nog heel vroeg. Maar straks gaan mensen van de kermis lopen en dan komen ze allemaal. En dan lopen ze langs en dan gaan we keihard gillen. Bartel! En hoeveel hopen jullie op te halen? Veel! Het oude standbeeld op het plein. Schijnbaar. De laatste keer gezongen voor de koningin, hoe voelt dat? Ja, wel bijzonder eigenlijk. We moeten in ieder geval alle teksten aanpassen, zoals mijn collega John Stuurman net zei. Maar het is toch ja, echt een historische dag. En Willem-Alexander is mijn leeftijdsgenoot, dus dat is heel bijzonder. We hebben hier net met een halve dorp hebben we hier staan zingen. Ja. Hoe vond u het? Ja, geweldig toch? Dat is toch mooi dat je met zoveel mensen eigenlijk best wel hele simpele liedjes, maar gewoon echt die saamhorigheid, ja, dat is echt heel bijzonder. Hoe ziet de rest van uw dag eruit? Wat gaat u vandaag doen? Feest vieren? Ja, feest vieren zoals de meeste mensen en naar buiten erop uit kijken wat er te kopen en te doen is. En ik ga straks naar Ahoy om toch het Koningslied mee te gaan zingen. Ja, wens ik u veel plezier. Ja, hartelijk dank en veel plezier ook. Laat me nog eens even naar je kijken, niemand is zo mooi. Met een macht die zelfs de zee kan wijken, maak je alle harten blij. Jij loopt voorbij en er staan regenbogen. Koningslinde voor de kroning is nog niet echt groot. Nee, maar je moet zelfs te klein zijn planten en we hopen dat het een mooie boom wordt. Meneer, wat vindt u van het boompje achter u? Mag ik even kijken? Ja. Zo... Nou, die staat er op een hele mooie plek. Dat is helemaal goed zo eigenlijk. Het is helemaal geweldig zo. Het ziet er heel mooi uit. Heeft u net een beetje gevolgd hoe de troonswisseling eruit zag op televisie? Heb ik ook gevolgd, ja. En hoe voelt dat nu, het idee? Een koning? Ja, geweldig. Met Maxima erbij. Het gaat helemaal goed komen. Wat is het vandaag voor een dag voor u geweest? Het is wel een rare dag in die zin dat je de hele dag bezig bent met de gewone activiteiten zoals we die hier in Lisse doen. En tussendoor kijk je met een halve oog naar de televisie van hoe dat nou gaat in Amsterdam. Maar zoals we hier nu staan is de akte van abdicatie getekend. We hebben net even gekeken naar de balkonscène. Dus ja, we weten dat we nu een koning hebben. Laat me nog eens even naar je kijken. Niemand is zo mooi als jij. Is het net iets meer dan alleen de Vrijmarkt, want jullie hebben allemaal activiteiten op het Raadsplein georganiseerd voor de kinderen. Ja, dat klopt. We hebben eigenlijk twee grote activiteiten, de Vrijmarkt en dan hebben we rondom de Hoftuin allerlei spelen voor jong en oud. Met name de horeca is er ook voor de ouderen. Er is vanmiddag een line-up, live muziek met twee coverbands en met name voor de jeugd zijn er springkussens, een klimband. Dus eigenlijk vermaak voor jong en oud hier in Edelro. Hey jongens, is dat een beetje lachen op de springkussen? Ja, heel erg. En waarom? Nou, je vliegt gewoon heel erg de lucht in soms. Meneer, vandaag met de kinderen hier op stap in Hillegom, vermaken ze zich een beetje? Ja, ik vind het gezellig. Ik heb ook weer gewerkt in Hillegom. Ik vind het ook een mooie stad. Hey, en je kan daar allemaal spulletjes kopen. Wat is leuker, hier of daar? Daar. Ja, wat heb je al voor dingen gekocht? Nou, ik heb eigenlijk geen dingen gekocht, ochtend staan we zelf. En ik vind het gewoon heel gezellig om weer te komen met kinderen. Gewoon Koninginnedag vieren. Dit is de laatste Koninginnedag die we gaan meemaken. Ja. Is het een beetje een geslaagde? Absoluut, we zijn ook al om 6 uur begonnen. Normaal beginnen we om 8 uur met opbouwen. Maar we hadden nou toch diverse nieuwe activiteiten erbij. De Koningsboom is geplant op 30 april 2013 door de burgemeester en de voorzitter. Dus hebben we al een aantal bijzondere dingen. We hebben een groot scherm. De gedecoreerden zijn er geweest met 70 mensen om te kijken naar het hele kroningsgebeuren van de koning. Lang leven de koning! Oh! Laat me nog eens even naar je kijken. Niemand is zo mooi als jij. Met een lach die zelfs de zee doet wijken, maak je alle harten blij. Mevrouw, wat vindt u nou van deze mooie inhuldiging? Ja, ik vind het hartstikke mooi. Blij dat ik erbij kan zijn. Ja, mooi. We komen net aanstappen, dus we hebben nog niet zoveel gezien. Maar... En wat vind je van de jurk van Maxima? Heel mooi. Leuk. Ja. Ik heb het een beetje gevolgd, ja. En wat vind je ervan? Wat vind ik ervan? Het duurde vooral erg lang, maar ja, verder heb ik niet echt... ja, ik vind het wel leuk. Wat heeft u met het Koningshuis? Nou, ik vind het iets om trots op te zijn in Nederland. Ja, en ik hoop dat we het ook mogen behouden. En ik ben benieuwd hoe Willem-Alexander vorm en inhoud gaat geven aan zijn koningschap. Koning Willem-Alexander is ingehuldigd. Leven de koning! Hoera!